أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Best brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En welkom bij deze vierde lezing in deze Ramadan. Vandaag gaan we inshallah ta'ala stilstaan bij een van de belangrijkste aspecten in het leven van de sahaba. En dat is de opvoeding en de training die zij in Mekka hebben ondergaan. Wij hebben al heel vaak het statement gemaakt dat de sahaba een unieke generatie zijn. Die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Niet voor hen, nog na hen. En zij konden uitgroeien tot een degelijk unieke generatie. Omdat zij zijn opgevoed door Allah subhanahu wa ta'ala. En onderwezen door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Op een unieke manier. En vandaag zullen we proberen onze vinger te leggen op deze Mekkaanse opvoeding. Om in kaart te brengen. Hoe de sahaba in Mekka zijn opgevoed, moeten we de Mekkaanse Koran lezen. We weten, Koran in Mekka en in Medina verschilt op heel veel punten van elkaar. En als je kijkt naar wat heeft Allah geopenbaard in Mekka, daaruit kunnen we eigenlijk de principes onttrekken die de sahaba hebben gevormd. De Koran was immers hun enige bron van leiding. Samen met de instructie en de uitleg van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dus we kunnen eigenlijk vaststellen dat de Koran van Mekka het curriculum is van de Mekkaanse opleiding. Alles wat de sahaba moesten weten en alles wat zij moesten leren om het fundament te kunnen worden van deze religie, leerde Allah subhanahu wa ta'ala hen in deze surah die geopenbaard zijn in Mekka. Allah subhanahu wa ta'ala, hij vertelt in deze surah over zichzelf, over zijn namen en zijn eigenschappen en zijn exclusieve recht op aanbidding en gehoorzaamheid. Hij vertelt over het universum, over het begin van de schepping van de mens en het doel van zijn schepping. Hij vertelt over de aarde en de schepselen daarin. Hij vertelt over vroegere volkeren en hoe het hen is vergaan met hun profeten. Hij vertelt over hetgeen wat nog gaat komen in het hiernamaals. En over de uiteindelijke verblijfplaatsen, het paradijs en het hellevuur. En dit alles bij elkaar, dit zijn eigenlijk de vakken van de Mekkaanse opleiding. En de docent die hen onderwees en hen de verzen uitlegde en bij wie zij terecht konden met hun vragen, dat was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aangesteld door Allah subhanahu wa ta'ala zelf als docent. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. En wij hebben de dhikr, de openbaring, de vermaning aan jou geopenbaard, zodat jij de mensen kunt uitleggen en laten zien wat er geopenbaard is. Hij is de meest zuivere ziel die voet op aarde heeft gezet en de meest succesvolle docent in de geschiedenis van de mensheid. Want binnen enkele jaren bouwde hij een gemeenschap die zijn gelijke niet kent in de historie. De school, we hebben het nu gehad over het curriculum, de docent. De school waar deze opleiding werd onderwezen is Dar al-Arqam. Het huis van al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Een van de sahaba in Mekka die rond de 16 jaar was en zijn huis ter beschikking had gesteld aan de profeet sallallahu alaihi wasallam en aan de moslims. Om daar bij elkaar te komen en te leren uit de Koran. Daar kwamen ze in het geheim bij elkaar. Te midden van een samenleving die dag en nacht aan het plotten was om het licht van Allah subhanahu wa ta'ala te doven. En dat, yani Dar al-Arqam, waarschijnlijk was het een leem huisje van zand en modder. Maar het was het beste instituut van hoger onderwijs dat de mensheid ooit heeft gekend. Want daar studeerde de generatie die de mensen vanuit de duisterheid, vanuit de duister naar het licht zou gaan leiden. En het belangrijkste aspect van deze opleiding is dat de sahaba uitsluitend uit de Koran studeerden. De Koran was hun enige bron van kennis. Zuiver, niet vermengd met reeds bestaande filosofieën. En die waren er ook niet in Arabië. En misschien is dat ook wel een van de wijsheden, of zeker een van de wijsheden,
waarom Allah subhanahu wa ta'ala ervoor heeft gekozen om zijn laatste boodschap in Arabië te openbaren en naar Arabië te sturen. Omdat het een land was, een volk was, zonder enkele noemenswaardige beschaving. Geen gekke filosofieën. De Grieken zijn daar niet geweest, de Romeinen zijn daar niet geweest, de Perzen zijn daar niet geweest. Dus dit waren pure en zuivere mensen die de Koran namen zoals hij op hen werd geopenbaard, zonder er verder over te filosoferen of te gaan zoeken naar allerlei zaken waar Allah geen toestemming voor heeft gegeven. Een ander aspect van deze opleiding is de praktische toepassing van de Koran. Oké, de Koran is een boek dat gedurende 23 jaar in delen werd geopenbaard, nagelang de behoefte van de islamitische gemeenschap. De Koran is niet neergezonden als een theorie in één klap vanuit de hemel naar aarde. Dit is het boek, 6000 zoveel verzen, ga er maar mee aan de slag. De Koran hield rekening met de verschillende fasen waarin de moslims zich bevonden. Bijvoorbeeld toen de aantallen nog klein waren, gaf het opdracht om de da'wah geheim te houden. Toen de aantallen iets groeiden, kwam de opdracht om de da'wah publiekelijk te doen. En het gaf het bevel in Mekka om niet fysiek te reageren op de mushrikien. En omdat het niet wijs was in die fase. Hè. Dus hieraan kun je zien dat de Koran geopenbaard werd nagelang de noden hetgeen wat sahaba op dat moment nodig hadden. En daarnaast reageerde de Koran op valse aantijging van de vijanden die zij hadden over de islam of zaken die met islam te maken heeft. Het gaf antwoord op hun vragen. Kijk hoe vaak in Koran het woord voorkomt. وَقَالُوا يَسْأَلُونَكَ قُلْ يَقُولُونَ er is een discussie gaande, een dialoog gaande. Zij zeggen, o Mohammed, zeg tegen hen. Zij vragen jou hiernaar, zeg tegen hen. Dus kijk hoe Koran inspeelt op behoeften die de sahaba zelf hadden, maar ook op wat de kuffar eigenlijk deden. En hij anticipeerde op wat de kuffar zeiden en deden. Tayyib, zoals ik al heb gezegd, de Koran is niet geopenbaard als een theoretisch boek, maar als een praktische handleiding. En zo zijn de sahaba het ook gaan beschouwen. Als een handleiding waarin zij zochten naar wat ze moesten doen, in welke situatie zij ook terechtkomen. In tegenstelling tot heel veel van de latere generaties die de Koran beschouwden als een theorie. Oké, dus vandaag de dag Koranstudies, tafsirstudie in een moskee of in een instituut of op een universiteit is een theoretische studie. Je gaat naar binnen, dat gebouw in, je leert iets over Koran, je kennis vermeerdert en je komt terug en je leidt hetzelfde leven als wat je altijd hebt geleid. Zo waren de sahaba niet. Als zij het huis van Al-Arqam ingingen en er was iets geopenbaard en ze kregen daar uitleg over van de profeet sallallahu alaihi wasallam, dan kwamen zij dat leme huisje naar buiten en ze waren andere personen geworden. In ieder geval op dat gebied wat zij op dat moment hadden geleerd. Dus voor hun was de Koran een praktische handleiding. Wat moet ik doen? Dat is de vraag die centraal stond. Wat moet ik weten? Hoe moet ik me gedragen? Wat mag ik niet doen? Wat moet ik zeggen? Wat mag ik niet zeggen? Waar moet ik naartoe? Waar mag ik niet naartoe? Dat zijn de vragen die centraal stonden bij de sahaba als zij de Koran bestudeerden. Dus dit zijn de twee belangrijkste elementen van hun training. 1. Uitsluitend leiding nemen uit de Koran. En 2. De Koran als praktische handleiding beschouwen. En als je deze twee principes als uitgangspunt neemt bij het lezen van de Koran, dan, alleen dan kun je mensen veranderen. Dan kun je harten openen. Dan kun je revoluties ontketenen. Alleen dan kun je de koers van de geschiedenis blijvend gaan veranderen. En dat is wat de sahaba hebben gedaan. De Koran bracht fundamentele verandering teweeg in de harten van de sahaba. En toen dat gebeurd was, en daar was 13 jaar voor nodig, toen hadden ze maar 10 jaar nodig om een sterke islamitische staat te bouwen. Die gevestigd was op de principes die zij in Mekka hadden geleerd. En daarna hadden ze nog maar enkele decennia nodig om het grootste deel van de bewoonde wereld te veroveren. Maar wel nadat ze 13 jaar aan hun harten hadden gewerkt. Ten eerste, hoe hebben ze dat gedaan, die 13 jaar?
door de betekenis van het iman en tawhid diep in hun harten te laten doordringen. En hun harten te zuiveren van alle invloeden die iman en tawhid schade konden berokken. Zij leerden in die verzen die Allah openbaarde, leerden zij hun Heer kennen. Zij leerden dat Hij ver verheven is boven alle gebreken. Zij leerden Hem kennen met zijn perfecte eigenschappen, die verheven zijn boven alle gebreken. En dus, omdat ze hun Heer op deze manier leerden kennen, met die unieke eigenschappen en zonder gebreken, leerden ze ook om van Hem te houden. Meer dan eender wie. En zij leerden ook dat Hij de enige is, zonder deelgenoot, zonder partner, zonder kinderen. En daarmee corrigeerde Allah subhanahu wa ta'ala het bijgeloof wat verspreid was in die tijd, in die regio. Dat Hij kinderen zou hebben, dat de malaïken zijn dochters waren, dat Isa zijn zoon was en dergelijk. En wat ze ook leerden is dat die stenen die zij daarvoor aanbaden, dat die nog recht hadden op aanbidding, nog recht hadden op gehoorzaamheid, nog recht hadden op elke vorm van vereer. En dus, toen zij dit leerden, aanbaden zij Allah subhanahu wa ta'ala en stelden zij niemand als deelgenoot met hem. En zij leerden ook uit die verse dat Allah de schepper is en de onderhouder is van alles wat bestaat. Zij leerden dat hij de bron is van alle zegeningen. En als je iets wil vragen, dan leerden zij om dat aan Allah te vragen. En dat hij de enige is die het verdient om aan te vragen, omdat hij de enige is die daadwerkelijk bezit. En dus, toen zij dit leerden, werden zij van niemand anders afhankelijk dan van Allah. En zij leerden ook in die verse in Mekka dat Allah's kennis alles omvat. Dat niks voor hem verborgen was. En dat Allah engelen had aangesteld die de daden van een dienaar bijhouden. En dus toen zij dit leerden, gehoorzaamden zij niemand buiten Allah. Of laat ik zeggen, toen zij dit leerden, yani, probeerden ze zichzelf te weerhouden van buitensporig zondigen. Want als je weet dat Allah jou ziet en de malaïken alles in de gaten houden, dan heb je een hele sterke rem op jouw verlangen. En dat is wat de sahaba direct hebben toegepast. Wat zij ook hebben geleerd in die Koran in Mekka, is dat Allah de soevereine is. En dat hij de enige is die het recht heeft om te oordelen over zijn schepping. En om hen wetten op te leggen. En om voor hen te bepalen wat wel mag en wat niet mag. En wat halal is en wat haram is. En dus, toen zij dit leerden, gehoorzaamde zij niemand buiten Allah, behalve als diegene in overeenstemming zou oordelen met datgene wat Allah heeft gezegd. Zij leerden ook in de Koran dat Allah de bron van alle macht was. Zij maakten kennis met zijn namen. Al-Qawiyul Mateen, Al-Jabbarul Mutakabbir. En dus toen zij dit leerden, waren zij voor niemand bang, behalve voor Allah. Zij leerden ook in die Koran te geloven in de goddelijke voorbeschikking, in Al-Qadr. En dus treurden zij niet over het goede dat hen had gemist, nog over het slechte dat hen had geraakt. En het geloof in Al-Qadr, in de voorbeschikking, in het idee dat Allah bepaald heeft, 50.000 jaar voordat de schepping was tot stand gekomen, dat idee maakte hen moedig. De sahaba zijn een van de moedigste generaties die wij op deze aarde hebben meegemaakt. Het maakte hen moedig en het gaf hen rust in hun harten bij tegenslagen. Het gaf hen geduld om te kunnen gaan met moeilijkheden. En die moeilijkheden zouden in overvloed gaan komen. Dus dit was niet alleen theorie, zoals wij leren over het sabr en over het qadr. Maar als we iets meemaken in de praktijk, dan vergeten we de theorie en dan handelen we op basis van emotie. Dat was niet het geval bij de sahab. En tot slot wat ze ook leerden in de Koran, was dat zij de erfgenamen zouden worden van deze boodschap van het tawhid. En dat zij de nieuwe vaandeldrager zouden gaan worden van la ilaha illallah. En dat de boodschapper, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die naar hen gezonden was, dat hij slechts een laatste boodschapper was in een lange traditie van boodschappers die allemaal één uniforme boodschap hadden voor de mensheid, namelijk de eenheid van Allah, de tawhid van Allah op aarde vestigen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: wa ila adin akhahum huda,
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. De boodschap was altijd uniform. O mijn volk, kom naar Allah, er is geen andere heer voor jullie. Aanbid Allah als enige heer en verwerp alles wat buiten hem aanbeden of gehoorzaamd wordt. En dus toen zij dit leerden en wisten dat zij de vaandeldrager zouden gaan worden van deze boodschap en dat er na hen geen boodschapper meer zou komen, toen zij dit wisten, wisten ze ook dat er niets anders op zat dan het vaandel van La ilaha illallah op te heffen en het te verdedigen met alles wat je bezit en om de credo van La ilaha illallah op aarde te gaan vestigen. Dus sta niet versteld als sahaba op een gegeven moment de keus maken om hun land en hun thuis in de steek te laten en naar verre oorden te gaan, naar vreemde landen te gaan. Bijvoorbeeld Marokko, waar wij allemaal vandaan komen, of de meeste van ons, en alhamdulillah moslim zijn. Hoe komt dat? Omdat er een sahabi was. Of omdat er sahaba waren. Die wisten dat als zij het niet zouden doen, dan zou islam niet bij ons aankomen. Dat is de verantwoordelijkheid die je leert als Allah zegt, jullie zijn nu de nieuwe vaandeldragers van deze religie. Dit is de ware tawhid waar de sahaba in de Mekkaanse fase mee zijn opgevoed. Dit zijn de principes die hen hebben gevormd. Dit is het fundament waarop de islam is gevestigd. En als je kijkt naar Al-Madina, naar de periode in Al-Madina, en je ziet daar wetten en regelgeving die daar is geopenbaard, en je ziet daar een politieke entiteit die is ontstaan, en je ziet daar staatsinstituties die werden vormgegeven, en de sharia die volledig werd geïmplementeerd, en de islamitische samenleving die zich daar ontvouwde met al zijn normen en waarden en principes en dergelijke, weet dan, als je dat leest of hoort of ziet, weet dan dat het fundament daarvoor in Mekka is gelegd. En dat het leggen van het fundament meer tijd heeft gekost dan het vestigen van de islamitische staat in Al-Madina. Als je kijkt naar een wolkenkrabber en je bewondert zijn schoonheid, weet dan dat dat gebouw alleen kan overleven als er een goed fundament in de grond zit. Een sterk fundament die dat gebouw staande houdt. Dat fundament zie je niet met de ogen. Dus wij zijn geneigd om alleen het gebouw te bewonderen, maar niet degene die dat fundament in de grond heeft gelegd, waardoor dat gebouw kan blijven staan. En daarom wordt onze aandacht nooit gevestigd op dat fundament. Iets wat we vandaag inshallah proberen te doen. Wij kijken alleen naar hetgene wat schijnt en er mooi uitziet. Maar we weten niet, of we weten wel, maar we zien niet en voelen niet en realiseren ons niet dat daar echt onder de grond iets fundamenteels nodig is om die wolkenkrabber te kunnen opzetten. De Koran is neergezonden als leiding voor de mensheid. Dat zegt Allah subhanahu wa ta'ala in een van de eerste versen als je de Koran openslaat. En wanneer heb je leiding nodig? Als je verdwaald bent. En wanneer ben je verdwaald? Als je niet weet waar je vandaan komt. Als je niet weet wat je op die plek doet waar je bent. En als je niet weet waar je naartoe gaat. Dan ben je verdwaald. Stel je voor, je komt hier buiten iemand tegen op straat en zegt tegen hem, waar kom je vandaan? Nou, hij zegt, weet ik niet. Waar ga je naartoe? Weet ik niet. Eeuw, wat is er met jou? En zo leven heel veel mensen op aarde vandaag. Ze weten niet waar ze vandaan komen en ze weten ook niet waar ze naartoe gaan. Dus ze leven in dwaling. Dus het woordje dwaling is niet een scheldwoord. Als je zegt, iemand dwaalt. Het is een correcte weergave van de realiteit. Want je weet niet waar je vandaan komt en je weet niet waar je naartoe gaat. En dit zijn ook de vragen waar de filosofen zich de nek over hebben gebroken. Waar komt de mens vandaan en waar gaat de mens naartoe? Is er leven na de dood? Is er meer? Is er iets in het heelal? Is er nog leven op een andere planeet? Dat zijn de fundamentele levensvragen. En wat doet Allah subhanahu wa ta'ala deze simpele sahaba in de woestijnen van Arabië? Hij geeft ze in deze vroege fase al antwoord op deze vraag. Wat is de oorsprong van de mens? En waar is hij naar onderweg? Wat betreft de oorsprong van de mens, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينَ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحٍ. Hij zegt, de mens is begonnen
Zijn schepping is begonnen uit klei. Vervolgens maakte hij zijn nageslacht uit een zwak waterextract. En let op het woordje zwak, want dat gaat bij de sahaba bepaalde waarden naar boven brengen. Bepaalde manieren naar boven brengen. Vervolgens gaf hij hem vorm en blies hij hem van zijn ziel. Dus kijk hoe Allah de sahaba eraan herinnert dat zij afkomstig zijn van zwakke substantie. En dat alles wat zij hebben, waar zij mogelijkerwijs mee kunnen pronken, breed zijn, groot zijn, kunnen zien, kunnen horen, mooi kunnen reciteren, wat het ook is, dat dat van Allah subhanahu wa ta'ala afkomstig is. Hij herinnert ze hier aan. Waarom? Om te voorkomen dat ze een hoge pet van zichzelf gaan krijgen, zoals de volkeren voor hen. Waar zijn veel van de volkeren door bestraft? Door hun arrogantie. Doordat ze zeiden, men ashaddu minna quwwah, zoals Aad zei. Wie is er sterker dan ons? Wie is er machtiger dan ons? Dat zeggen sommigen vandaag ook, sommige landen. Ja, die aan de touwtjes trekken. Wie is er machtiger dan wij? Wij hebben de F-16's, wij beheren de banken, wij beheren de Verenigde Naties. Dus wie kan? Wij kunnen alles maken. Om dat te voorkomen, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, jullie komen uit dat zwakke water, denk erom. Tegelijkertijd, en dit is die mooie, uitgebalanceerde karakter van de sahaba, tegelijkertijd vertelt hij hen dat zij geëerd zijn. Ook al komen ze uit dat zwakke water. Ze zijn geëerd. Hij zegt, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Wij hebben Bani Adam, de mens, geëerd. En heeft Allah hen niet verteld dat hij de malaïka heeft laten knielen voor Adam? Ja, om te laten zien, jullie zijn geëerd, jullie zijn een belangrijke schepping. En heeft Allah niet gezegd in de Koran dat hij alles heeft gemaakt voor de mens? Ja, met andere woorden, jullie zijn belangrijk en een geëerde schepping. Dus, zij realiseerden zich dat zij zich bevonden tussen het allerhoogste en het allerlaagste. En vanwege hun status moesten de sahaba zichzelf zien als iets waardigs. Maar tegelijkertijd, je bent uit zwak water geschapen, dus zorg ervoor dat je nederig blijft en afstand neemt van trots en arrogantie en al die vernietigende eigenschappen. En beide van deze, want dit klinkt makkelijk, maar breng het maar eens in de praktijk. Want bij de sahaba zien we daadwerkelijk deze gebalanceerde eigenschap. Adhillatin ala al-mu'minin, a'izzatin ala al-kafir. Tegen de moslim, tegen zijn broeder, is hij nederig. Is hij zachtmoedig. Maar tegen de vijand, a'izza, eergevoel, streng tegen de ongelovig. En dat is een van de meest fascinerende dingen over de sahaba. Tenminste, ik heb daar vaak bij stilgestaan. Je moet je voorstellen, de sahaba, die gaan uit Arabië. En Arabië is gewoon een zandbak. Zonder beschaving. Die gaan naar Perzië en naar Rome en naar Byzantium. En als zij daar zijn, nooit zijn ze onder de indruk. Er is nog nooit een moment geweest dat een sahabi daar aankwam en dacht van, wauw, wat een prachtige beschaving hebben deze mensen hier. Waardoor die beïnvloed raakt door die beschaving. Waardoor die denkt over zijn eigen religie. Hey, maar misschien dat onze religie toch iets achtergesteld is, of dat die niet helemaal compleet is. Want dat is wat met moslims vandaag gebeurt. Hè? Wat is de reden waarom heel veel moslims zich laten beïnvloeden door westerse invloeden? Voornamelijk moslims die hier leven, maar ook moslims in de islamitische wereld. De reden is niet meer dan dat het Westen op het gebied van materiële beschaving vooruit ligt. En dus denken ze denken in termen van, ja, maar als zij zo ver op ons vooruit liggen, en dat is ook zo, misschien wel een eeuw of twee, ja, dan moeten ze wel goed zijn. Dan moeten ze misschien wel beter dan ons zijn. Waardoor ze bereid zijn om hun eigen religie aan te passen. Aanpassingen aan te brengen om de tegenstander, ja, niet tevreden te stellen, omdat ze opkijken tegen die materiële beschaving. Dat is nooit voorgekomen bij de sahaba. En de Perzen en de Romeinen hebben dat wel altijd geprobeerd. Want weten jullie nog toen Rabi'i ibn Amir werd uitgenodigd daarbij Rustum? Rustum is zeg maar de soort generaal van het Perzische leger, de oppergeneraal. Hij wil een van de moslims spreken, dus hij roept Rabi'i ibn Amir. En wat doen ze? Ze willen indruk maken op de moslims. Dus ze leggen hun tenten, ze spreiden hun tapijten uit. Alles wat ze in de kast hebben, trekken ze eruit om te laten zien. Moet je kijken wat een beschaving.
Maar het maakte niks uit. Ja, en die Rabi ibn Amir kwam op een half paard. Paard, pony-achtig paardje. Met een speer in zijn hand. En terwijl hij op die tapijten liep, schurkte hij die tapijten van hen met zijn speer aanvlakte. Het interesseerde hen, het maakte geen indruk op hen. Dus dit is wat, als zij lezen, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدْ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Dit is hoe het zich manifesteert in de praktijk. En de Koran leerde ze waar ze vandaan kwamen. Dus die balans tussen hoogmoed en eer. En dat ze dus een evenwicht eigenlijk tot stand moeten brengen. Maar hij leerde ze ook waar ze naartoe gingen. Of beter gezegd, waar ze naar onderweg zijn. Want het kan elk moment eigenlijk zover zijn. Hoeveel van de, Mekkaanse soer praten over de dag des oordeels? Hoeveel? Kijk naar surat al-Takwir, al-Infitar, al-Inshiqaq, al-Qari'a, al-Haqqa, al-Qiyama, enzovoort enzoverder. Details over de dag des oordeels. En hoeveel soer omschrijven de uiteindelijke verblijfplaats? Zowel het paradijs met haar omvang, haar paleizen, haar kleding, haar voedsel, haar vrouwen, haar sieraden en dergelijke. Als het hellevuur met haar verschrikkingen, haar kokend water, haar voedsel en dergelijke. Lees bijvoorbeeld Surat al-Dukhan, Surat al-Waqia, al-Naba, al-Rahman. Rijke en gedetailleerde omschrijvingen van beide verblijfplaatsen die een enorme indruk hebben gemaakt op de sahaba. En dit lazen zij niet als gebeurtenissen die ergens in een verre toekomst gaan plaatsvinden. Zij lazen de verzen over het paradijs op een manier die hun verlangen ernaar vergroot. En zij lazen de verzen over het hellevuur op een manier die hun angst ervoor vergroot. En een van de wonderen van die verzen over het paradijs en de hel is dat het paradijs en de hel heeft kunnen omschrijven op een manier die van de toekomst het heden maakt. En van het heden het verleden. Ja, de sahaba las het paradijs. En yani, we hebben voorbeelden aangehaald vorige keer. Of die keer daarvoor. Dat je een vers hoort over het paradijs. Bijvoorbeeld dat Allah zegt dat haar omvang is zo groot als de hemel en de aarde. En dat je bereid bent om op dat moment een daad te verrichten die jou in het hiernamaals brengt in het paradijs. Yani, zo dichtbij was het paradijs voor hen. Zo lazen ze die verzen. Niet als iets van, ja, dat komt wel als ik uitgenoten ben in mijn dunya. Als ik uitgezondigd ben. Als ik klaar ben, als ik die huis gekocht heb. Als ik mijn opleiding af heb. Nee, al-Jannah. Hij vroeg nog, hè. Is het daadwerkelijk zo groot, zo breed als de hemel en de aarde? Yani, ardu has-samawati wal-ard. Naam. En direct ging die ervoor aan de slag om daar te komen. Zo lazen ze die vers. En een beschrijving, Allah subhanahu wa ta'ala beschrijft dat ook op een manier waarbij jij kunt visualiseren hoe het er ongeveer aan toe gaat. En dat is een van de, in de Europese literatuurgeschiedenis spreken ze altijd over bepaalde fases. En dan schrijven ze op een bepaalde manier, romans en dergelijke. En een van die manieren is, of een van die fases, is wat ze noemen het realisme. Het zal je misschien niks zeggen, maar ik vind het toch even belangrijk om hierop in te haken. Realisme, dat is een periode ergens in de 19e eeuw. De schrijvers gingen boeken schrijven en dan gingen ze altijd letten op details. Bijvoorbeeld hij schrijft over een etentje in een restaurant of wat dan ook. En dan gaat hij bijvoorbeeld het kleed omschrijven, het tafelkleed, hoe het glas stond, waar het bestek uit van gemaakt was en dergelijke. Waarom? Hij wil jou meenemen in het verhaal. Hij wil dat je gaat voelen dat jij ook aanwezig bent in dat restaurant. En dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala ook doet. Hij beschrijft het paradijs, de mensen, hoe ze daar zitten op de banken tegenover elkaar, hoe ze met elkaar praten, dat er geserveerd wordt, hoe die glazen eruit zien, waar ze uit te drinken krijgen, dat die bomen, die vruchten heel dichtbij. Dus je maakt een beleving van binnen, hoe dat paradijs eruit heeft gezien. En dit heeft indruk gemaakt op de sahab. De Koran leerde de sahaba ook dat zij, wanneer zij Allah subhanahu wa ta'ala zouden aanbidden, dat zij in harmonie zouden zijn met de rest van het universum. Oké, kijk, wij lezen die verzen, maar puur als een literaire tijdverdrijf. En inshallah willen we ook beloning en dergelijke. Maar wat belangrijk is dat we proberen om te achterhalen welke indruk
zulke effect zou kunnen maken op mensen, zodat die indruk ook op ons gemaakt kan worden. Kijk bijvoorbeeld naar de Sahab. Hij voelde zich onderdeel van het universum. Hij voelde zich in harmonie met het universum. Oké, en dat machtige universum waar zij onderdeel van zijn, Allah vertelt hen dat dat net zo goed gehoorzaam is aan Allah. En dat dat net zo goed Allah prijst. Net zoals jij dat doet. Dus jij en die sterren en die hemel en die zon en die maan, jullie zijn allemaal hetzelfde. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم, zegt Allah. De zevende hemel, de zeven hemelen en de aarde en datgene wat zich erin bevindt, verheerlijk hem. Doe tasbih, net zoals jij als je hier zit op salat te wachten en je doet tasbih, weet dan dat er een ster is daar in de hemel en een planeet in de hemel die precies hetzelfde doet. Alleen wij begrijpen die tasbih niet, wij herkennen dat niet als tasbih. Net zoals de donder, wanneer die gaat donderen, wanneer die geluid maakt, dan denken we, ja, dat is gewoon een fysieke gebeurtenis. Hè? Warme lucht met koude lucht, dan krijg je gewoon gedonder. Maar het is tasbih. De vogeltjes die zingen in de ochtend, weet je wat leuk klinkt? Het is tasbih. En Allahu a'lam wat voor geluiden allemaal een uitdrukking zijn van tasbih. En dus, als jij weet dat alles Allah aanbidt, hoe kun jij dan achterblijven? Als jij weet dat de machtige planeten en sterren tasbih doen, en dat de simpele mier op aarde tasbih doet, en dat de koe in de wei netjes doet waarvoor hij geschapen is, namelijk melk produceren. Wat voor een mislukkeling is de mens dan als hij niet doet waarvoor hij geschapen is, namelijk Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt. Dit zijn de principes en de betekenissen die bij de sahaba binnenkomen, die hen vormen op het moment dat zij deze Mekkaanse Koran lezen. En als jij jouw Heer kent en die verse leest waarin Allah over zichzelf vertelt en over zijn schepping, want door de schepping te bestuderen leer je ook Allah kennen en zijn macht en zijn kunnen. Als jij dat weet en je kent jouw Heer bij zijn perfecte eigenschappen en je weet dat alles in het universum hem gehoorzaamt en aanbidt, dan weet je dus ook wat jouw taak is op aarde, namelijk Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. En dit is een hele belangrijke manier waarop iemand zijn ziel kan reinigen. Want vergeet niet, die sahaba komen uit shirk, komen uit al-jahiliya. Sommige van hen hebben beelden aanbeden. Sommige van hen waren verslaafd aan alcohol. Sommige, ja, van allerlei soorten mensen. En een van de manieren om je ziel te kunnen zuiveren van al die invloeden van al-jahiliya is door Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. En het is ook de meest sublieme manier van onderwerping. Oké, jezelf dienstbaar opstellen tegen Allah subhanahu wa ta'ala. En het gebed is daar de ultieme manifestatie van. Het gebed met zijn teksten die je uitspreekt. En zijn bewegingen, dat is de ultieme manifestatie van dienstbaar zijn. Ja? Bijvoorbeeld de rukoor en de sujud. Dat je het meest edele wat je hebt op de grond legt voor jouw schepper. Dat is de, yani zo komt dienstbaarheid, zo komt al-ibada op de beste manier tot uitdruk. Heb je wel eens afgevraagd hoe de sahaba die moeilijke Mekkaanse periode hebben kunnen volhouden? Foltering, onrecht, discriminatie, honger, verbanning, vernedering. Het antwoord hierop is as-salah, door het gebed. As-salah. Want met salah sta je in contact met jouw Heer. Zonder salah, dan ben je het contact verloren. Dan ben je net een kind die met zijn ouders in drukke winkelstraat loopt en dan de hand van zijn vader loslaat. That's it. Dan ben je verloren. Door die drukke winkelstraat, al die verleidingen die op je afkomen, is heel lastig om dan je weg daarin te vinden. Dit is het gebed. En de sahaba werden bevolen om het gebed te verrichten, met name ook in de nacht. Waarom? Zodat ze hun zorgen overdag draaglijker konden maken. Want daar is salaf voor bedoeld, met name het nachtgebed. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala ook in een van de eerste openbaringen zegt. Hij zegt, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muzzammil, qumil layla illa qalila,
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إلى آخره. Wat zegt Allah in deze vers? Laten we eens even met tadabbur naar luisteren. Hij zegt, o jij, Mohammed, de ingewikkelde of de gewikkelde in gewaden, al muzammil. Sta op in de nacht om het gebed te verrichten. Op een klein deel van de nacht na, de helft ervan, of verminder daar een klein deel van, of vermeerder. Yani, kijk naar de tijd die jij 's nachts eigenlijk zou moeten doorbrengen in ibadah, in de nacht wanneer je alleen bent, niet in het bijzijn van mensen, niet in het bijzijn van kinderen die jou storen of wat dan ook. Wanneer je alleen kunt zijn met Allah. En reciteer de Koran in langzame, duidelijke toon en stijl. Voorwaar, wij zullen zware woorden op jou werpen. Dus je hebt iets nodig waarmee je jezelf kunt versterken, zodat je overdag, wanneer jij dat woord aan het verkondigen bent, zodat je sterk bent, want je hebt in de nacht jouw contact met Allah sterk gemaakt. Allah heeft jou kracht gegeven. Je hebt nagedacht in die Koran die je gereciteerd hebt over de eigenschappen van Allah, dat Hij de machtige is, dus je bent voor niemand bang. Dat Hij de voorziener is van levensonderhoud. Dus als je baas op je werk zegt, scheer je baard of je mag niet naar Jumu'ah of wat dan ook, anders ben je ontslagen. Je realiseert je, want in die nacht nog heb je stilgestaan bij deze eigenschappen van Allah. En dat geeft jou de mogelijkheid om gedurende de dag die zware taak van moslim zijn, überhaupt, en uitnodigen naar de islam, om die te kunnen volbrengen. Wij zullen zware woorden op jou werpen. Voorwaar, de momenten van de nacht zijn meer uitnodigend voor de aanbidding en correcter in woord. Met andere woorden, de momenten in de nacht zijn het best geschikt voor aanbidding. Geen afleiding, zelfs geen auto's hoor je buiten, rust, kinderen slapen, yani, telefoon, je wordt niet gestoord, je wordt niet geappt, gebeld. Nou, appen, dat gebeurt tegenwoordig 24 uur per dag. Maar goed, al-muhim, het is het beste moment om alleen te zijn met jouw Heer. En zeker als je iemand bent die de lasten van da'wah draagt. Want dat kan niet als je niet die momenten in de nacht met Allah hebt waarin jij bijtankt en sterker wordt. De sahaba werden bevolen om in de nacht te bidden. En het was verplicht voor hen. En dat geeft je aan. In die fase waarin zij zich bevonden, was het verplicht. Althans de eerste jaar of eerste paar jaar. Waarom? Want zij waren het fundament van deze hele religie. En je kunt niet het fundament zijn waarop de hele religie gebouwd gaat worden, als je die zwakke persoonlijkheid bent. Die een beetje van zus en een beetje van zo doet. Die makkelijk getriggerd wordt naar zonde of makkelijk overgehaald wordt door de vijanden van islam. Om een deel van zijn religie links te laten liggen of wat dan ook. Dus die momenten in de nacht waren verplicht voor hen. Totdat Allah later anders besloot en toen werd het een vrijwillige daad. Dus om overdag sterk te kunnen zijn en de uitdagingen van de koefersamenleving het hoofd te kunnen bieden, moet je in de nacht die momenten hebben. Maar wij zeggen andersom. Wij zeggen, als ik niet slaap, 's nachts, ben ik morgen op mijn werk, ja, ben ik brak, ben ik gaar, zoals we dat zeggen in straattermen. Dus dit is hoe we het hebben omgedraaid. Ik moet juist slapen, anders heb ik niet de mogelijkheid overdag om mijn brood te kunnen verdienen. Wat de Koran hen ook leerde, is het verhaal van Iblis en Adam. Dit is Mekkaanse Koran. Wat ik nu noem, veel referenties heb ik daar gelaten, ja, in verband met tijdgebrek. Maar dit is hoe je de opleiding in Mekka moet zien. Ze krijgen vers over Allah, over het universum. Dat is niet zomaar. Allah kiest daar niet zomaar voor. Hij is mensen aan het opvoeden. Hij is principes aan het prenten in de harten van deze generatie. Hij vertelde hen ook over Iblis en Adam. Op diverse plekken ook uitgebreid in de Koran. Waarom? Want daarin vertelt Allah subhanahu wa ta'ala ons dat er een eeuwig conflict is tussen de mens en Iblis. En in het verlengde daarvan tussen Iblis
en zijn aanhang van de shayatin, van de mensen en de djinn, en tussen de gelovigen. Dat is de kern van het conflict. Want Iblis en de mens, heel veel van de mensen horen al bij hem. Dus dan krijg je Iblis, shayatin, van mensen en djinn, tegen de gelovigen die wel nog oppositie voeren tegen Iblis. En dat is een permanent conflict tussen goed en kwaad. En dat zal doorgaan tot de dag des oordeels. Dus heb geen hoop dat er ooit een moment komt waarbij er geen vijandschap meer zou zijn van Iblis en zijn aanhangers. De strijd die vandaag gevoerd wordt, of het nu gaat om de fysieke strijd, ja, niet de strijd tegen de gelovigen, of het nu gaat om de fysieke strijd of de ideologische strijd, het is niet meer dan een uiting van dit oerconflict, wil ik het eigenlijk noemen, tussen goed en kwaad. Dus houd dat in je achterhoofd. Als je morgen weer de krant openslaat en je ziet en je leest en je hoort waar politici, journalisten, opiniemakers, wat is het nog meer, academici, allerlei mensen die van zichzelf denken dat ze de voorvechters van de vrijheid van meningsuiting zijn. Of de hoeders van de democratie of wat ook zichzelf mogen noemen. In essentie zijn ze niet meer dan instrumenten in de handen van shaitaan die hij gebruikt om de awliya van Allah, de gelovigen, de partij van Allah, om hen te bestrijden. Alleen masakin, zij weten niet dat ze pionnetjes zijn. Maar het verhaal van Adam heeft meer leerstellingen. Bijvoorbeeld, Allah leerde ze dat ze moesten oppassen voor shaitaan. En dat shaitaan geniepig is, dat hij zich voordoet als een raadgever. Hij komt niet als een vijand, hij komt in het beeld van iemand die het beste met jou voor heeft. Wa inni lakuma la minan nasihin, zei hij tegen Adam. Ik ben een raadgever, ik wil graag dat jij eeuwig gaat leven. Ik wil graag dat jou niks overkomt, dus eet van die boom. En zo heeft hij ze verleid. En dit leerde de sahaba. Dus ze zijn op hun hoede. Ze weten als er een ingeving komt, zo'n interne ingeving, een waswas, die jou iets voorhoudt wat te mooi is om waar te zijn, dan gaat een belletje rinkelen. Dit is shaitaan die mij probeert te verleiden naar een of andere daad. En ze leerden ook daaruit dat de mensen noodzakelijk zouden gaan zondigen. En dat als zij, net als Adam dat heeft gedaan, terug zou keren naar Allah na het zondigen, dat Allah ze zou accepteren. Want hij heeft Adam ook geaccepteerd. En kijk, nogmaals, wij lezen deze verse gewoon alsof het literair werk is. Oké? Maar de sahaba ontrokken les. Zij lieten zich vermanen en zij werden erdoor gevormd. Allah subhanahu wa ta'ala, de schepper van de mens, die kent natuurlijk de mens het best. En in de Koran noemt hij bepaalde eigenschappen van de mens. Eigenschappen die de mens misschien niet heel gauw bij zichzelf zou willen herkennen. Bijvoorbeeld dat hij gierig is. Bijvoorbeeld dat hij zo'n echte rasopportunist is. Hij is altijd op zoek naar zijn belang. En alles in het leven zet hij zo richting zijn belang, zeg maar. Dat zijn eigenschappen, als je heel diep naar jezelf kijkt en je reflecteert op wat je gedaan hebt, dan kom je erachter. Maar wij zijn niet zo. Wij zijn advocaten voor onszelf en geen rechters. Advocaat is altijd bezig met zoeken naar redenen om zijn cliënt niet schuldig te laten bevinden. En zo zijn wij. Zondes begaan, slechte verlangens, wat dan ook, maar we zoeken altijd naar die uitweg. Maar we moeten rechters zijn voor onszelf en geen advocaat. Maar Allah subhanahu wa ta'ala, en dat is ook weer zo mooi van de Koran, hij leert de sahaba wie zij zijn, wat het binnenste van hunzelf, wat daar schuil gaat. Bijvoorbeeld, inna al-insana khuliqa halu'a, idha massahu sharru jazu'a, wa idha massahu al-khayru manu'a. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, waarlijk, de mens is begeerig geschapen. Hij staat op zoek, ik wil altijd meer, ik wil altijd het beste, ik wil altijd de eerste zijn. Altijd voor een dubbeltje op de eerste rij. Zo is de mens geschapen. Wanneer het slechte hem treft, is hij ongeduldig. Wanneer het goede hem treft, is hij gierig. Krijgt hij wat van Allah? Hij heeft dua lopen doen dat hij die baan krijgt, dat het hem goed mogen afgaan. Krijgt hij van Allah? Manu'ah, gierig. Ja, maar ik heb ook nog 3 kindermondjes te voeden. Ja, maar ik heb ook nog dat op de lijst staan. Allah leert ons wie wij zijn. En sahaba, die nemen hier, die vertrouwen hunzelf niet meer. Als ze dit lezen, gaan ze zichzelf niet meer vertrouwen. En in een andere vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِ.
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Hij zegt, en wanneer wij de mens begunstigen, we geven hem iets, gezondheid, een baan, inkomsten, dan wendt hij zich af en zet hij zich tegen ons af. Maar wanneer het slechte hem treft, denk even diep bij jezelf. Hè? Je gaat zeker voorbeelden vinden van deze omschrijving die Allah geeft. En wanneer het slechte hem treft, dan neemt hij zijn toevlucht tot veelvuldige smeekbeden. Ja, niet wanneer zijn wij echt, hebben we echt khushu' in onze smeekbeden? Wanneer? Als we echt iets dreigen te verliezen, echt een groot probleem is op komst, dan komt de khushu'. Dan zijn ons heel gebed bestaat alleen maar uit dua. Dit is wat Allah ons leert. En de sahaba leren hieruit wat? Hun nefs te wantrouwen. Oké? Zelfs al denk je dat je sterk bent, geloof Allah. Hij zegt dat jij zo in elkaar zit. Dus wantrouw jezelf. De sahaba keken naar zichzelf als de derde persoon. Wist je dat? Omar was daar goed. Radiyallahu anhu. Hij sprak ook gewoon tegen zichzelf. Op een dag ging hij opstaan in de moskee. En dan ging hij een khutbah houden en zei hij tegen de mensen... Ja, ik was vroeger een kamelenherder. En hij is de khilaf, hij is de khalif. Hè? Dus hij is de koning, laat ik zeggen, van de halve aardbol. En hij staat op in de moskee en hij zegt, ik was vroeger een kamelenherder. En ik moest de hele dag kamelen gaan herden. En dan ging ik naar mijn tantes en dan kreeg ik een paar dadeltjes voor de hele dag werk. En de sahaba ging naar hem toe laten en zei, waarom deed je dat? Waarom ging je jezelf niet vernederen of... Nee, je status als het ware proberen te verminderen. Hij zei, luister, hij zei, mijn nefs kwam naar me toe. En ze ging mij allerlei dingen voorhouden. Ja, je bent de koning en je bent zus en kijk wat voor een stage. Hij zegt, ik wilde haar een lesje leren. Dus ging ik even haar goed onder druk om te laten zien wie zij was. Dus dit is wat je leert uit die vers. Naar jezelf te kijken als de derde persoon. En haar niet vertrouwen, niet onder geen enkele omstandigheid. Want ze is geniepig. We gaan richting het einde een beetje. Maar wat ze ook in het Koran leert. Ik heb nog twee punten, denk ik. Dat zijn de universele wetten die Allah subhanahu wa ta'ala heeft ingesteld in de schepping. Kijk, zoals Allah natuurwetten heeft gemaakt. Die de interactie tussen de mens en de natuur bepalen. Zo heeft Allah ook wetten gemaakt in de schepping. Dus... En die wetten zijn altijd hetzelfde, want laten we bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht nemen. De wet van de zwaartekracht, die geldt altijd. Ja, er bestaat niet zoiets als uitzondering op die wet. Dus je springt een keer van een flatgebouw en je blijft zweven. Dat gaat niet gebeuren. En omdat jij dat weet, dat soort dingen langs vaste wetten verlopen, ga je je leven zo inrichten. Dus je gaat niet uit het raam springen. Je houdt je nieuwste iPhone ook niet... Die gooi je ook niet naar beneden, want je weet het dondert naar beneden en dan is die kapot. Dus die wetten zijn een rahma voor ons. Wij kunnen ons leven inrichten op basis van die wet. En dan hebben we veiligheid en dan weten we hoe we moeten leven. Zoals er natuurwetten zijn, heeft Allah ook wetten geplaatst in de schepping. En de geschiedenis verloopt altijd langs die wet. De manier waarop staten opkomen, waarop staten ondergaan. De manier waarop de islam op aarde wordt gevestigd. De manier waarop da'wa succes verkrijgt. De manier waarop de koffer samenleving oppositie biedt tegen de da'wa. Al die zaken. Die verlopen altijd langs vaste wet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt daarover. Sunnat Allahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Hij zegt, dit is de werkwijze van Allah. Die ook voorheen is toegepast. En in de werkwijze van Allah... zul jij nooit verandering aantreffen. Dus de voortgang van de religie is afhankelijk van een aantal wetten en regels. En het is niet afhankelijk van uitzondering. Niet afhankelijk van wonderen. Waarom denk je dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn boodschapper niet gewoon vanaf dag 1 de overwinning heeft gegeven? Gewoon in Mekka, in het begin... een islamitische staat, islam gevestigd, heel Mekka, moslim en klaar. Dan zijn we klaar. Waarom al die fases? Waarom al die jihad? Waarom al die ellende? Waarom? Dat is om ons aan te tonen die wetten waar overwinning van afhankelijk is.
Zodat wij niet kunnen zeggen, ja, maar de boodschapper van Allah, dat was een profeet. En wat hij heeft meegemaakt is een wonder van Allah. Nee, Allah zegt, hij begint ook bij A en eindigt bij Z. En al die stappen die ondernomen zijn, onttrek daaruit die wetten, zodat je zelf ook weet hoe je de islam op aarde moet vestigen. Dus nogmaals, die wetten, het bestaan van die wetten is een rahma voor ons, is een geschenk van Allah voor ons. De sira van de profeet sallallahu alaihi wasallam, of Allah die geeft ons op meerdere plekken in de Koran, toont hij aan dat die wetten bestaan. Bijvoorbeeld, een van die wetten is de wet van stapsgewijsheid. Laat ik het even in mijn eigen woorden zeggen. Dingen verlopen altijd stapsgewijs. Altijd in fases. Had Allah de hemel en de aarde niet in oogwenk kunnen scheppen? Had gekund, maar heeft 6 dagen genomen. Of 6 periodes. Dus dat toont aan. Om ons aan te tonen van de wetten die gelden in dit leven, is de wet van de stapsgewijsheid. De mens, hoe komt de mens tot stand? Van dat ene druppeltje, een bloedklonter, klampt zich vast aan de baarmoeder, ontwikkelt zich, wordt een embryo en uiteindelijk de mens, een baby, een peuter, een kleuter en al die fases. Met andere woorden, dit zijn de wetten die gelden in het leven. En de sira van de profeet sallallahu alaihi wasallam getuigt ook van de aanwezigheid van deze wetten. In de eerste fase worden de moslims getraind, dat is waar we het vandaag over hebben. Hun harten worden gevormd. Daarna worden zij met de vijanden geconfronteerd. Daarna vochten ze tegen hen. En de jihad, zelfs de jihad is in fases gekomen. Eerst de vrijwillige jihad, de defensieve verplichte jihad, de offensieve jihad, de offensieve verplichte jihad. In fases. Zelfs de wetten, yani de bepaalde regels zijn in fases gekomen. Alcohol. Niet van dag 1 op dag, vanaf dag 1 verboden. Als je de eerste vers uit Koran leest, waarin al werd gehind dat alcohol niet goed zou zijn. Wie weet wie kent dat vers? Allah spreekt in de Koran, nog voordat alcohol is gewoon toegestaan, maar hij spreekt over dat de sahaba druiven gebruiken. Al-aya. Tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Hij zegt, ja, die vruchten waar jullie wijn van maken, wat doen jullie daarmee? Jullie doen daarmee, tattakhidhuna minhu rizqan hasana, tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Jullie nemen daarvan alcohol en een mooie voorziening. Dus alcohol staat hier tegenover mooie voorziening. Met andere woorden, hij heeft alcohol al onttrokken uit het feit dat het een mooie voorziening zou zijn. Dus kijk naar de fases. En dan vervolgens niet in salah. Totdat uiteindelijk yani, het verbod kwam. Dus de wet van de fasering. En een andere wet, een andere universele wet, die heel belangrijk is voor moslims vandaag ook om te weten, is, en die Allah ons ook yani, direct communiceert in de Koran, is de relatie die bestaat tussen het succes van de moslimnatie en de houding die zij hebben ten opzichte van Allah. Dat is een wetmatigheid. Allah zegt daarover: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Allah, voorwaar, Allah zal de goede toestand van een volk niet veranderen totdat zij het zelf veranderen met zondigheid en dergelijke. Dus alles wat fout gaat, en dat kun je ook doortrekken naar je eigen leven. Als er ergens iets fout gaat, dan zijn wij waarschijnlijk degene die het eerst begonnen zijn met onze situatie veranderen. En toen pas heeft Allah onze situatie veranderd. Want hij zegt, de goede toestand verandert hij niet, totdat jullie zelf jullie toestand veranderen. Yani van gehoorzaamheid naar zondigheid. Dus dit zijn universele wetten. En Allah subhanahu wa ta'ala leert hen dit in de Koran, zodat zij, wanneer zij die da'wa gaan presenteren aan de mens, wanneer zij de islam gaan vestigen op aarde, rekening kunnen houden met deze wet, zodat het eindproduct er ook gaat komen. Kijk, als je een vliegtuig wil maken en je kent de natuurwetten niet, je weet niet dat als je heel hoog bent dat zuurstof afneemt, hè, en dergelijke, ja, dan kun je nooit een vliegtuig produceren. Het resultaat gaat er nooit komen. De wens kan er wel zijn. Ik zou graag willen vliegen.
Maar het resultaat kan er alleen komen als je verstand hebt van die wetten die Allah subhanahu wa ta'ala ons en de sahaba ook in de Koran heeft geleerd. Kan je je voorstellen wat een verandering de profeet sallallahu alaihi wasallam en daarna de sahaba hebben teweeggebracht in de wereld? Sta daar gewoon eens bij stil. Eerst Arabië, dat verzonken was in afgoderij. Hun geloof, hun waarde, hun opvatting, hun politiek systeem. Alles botste met islam. Oké? Daarna Perzië en Byzantium. Als je een blik zou werpen op de geschiedenis op dit moment voor de komst van islam, zou je denken, verandering is onmogelijk. Maar toch hebben de sahaba het voor elkaar gekregen. Oké? Hoe diep de wereld vandaag ook gezonken is, die verandering kan weer komen. Waarom? Omdat de verandering van de sahaba niet door een wonder is gebeurd. Het is niet van de een op de andere dag heeft Allah gezegd, ik schenk jullie dit. Nee, zij hebben die wetten onderwezen gekregen. Ze hebben zich daaraan gehouden en ze hebben die stappen gevolgd. En toen kwamen ze bij het resultaat. Dus als wij dat willen vandaag, dan staat ons hetzelfde te doen. Het leren van die wetten, er ons aan houden en diezelfde stappen ondernemen om te komen tot het resultaat waar de sahaba toe zijn gekomen. Tayyip, er zijn nog een aantal dingen wat ik wil zeggen over die universele wetten, maar dat laat ik even voor wat het is. Het allerlaatst wat ik ga zeggen over die Mekkaanse opleiding, en dat is, zoals we gezegd hebben, de Koran. Het allerlaatste wat ik daarover ga zeggen is dat de sahaba in Mekka werden opgeleid om niet te onderhandelen met de koefersamenleving. En dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk vandaag. De sahaba werden bevolen om geen centimeter van hun religie in te leven. Zelfs niet als dat op het eerste gezicht voordelig zou lijken. Omdat daar een bepaald voordeel in zou zitten voor de da'wa, voor de moslims of wat dan ook. Integendeel, de sahaba zijn opgedragen om geen centimeter weg te geven, terwijl het alternatief was wat? Marteling. Het alternatief was wat? Vervolg. Desalniettemin leert Allah hen, geef geen centimeter van je religie weg. Toen de profeet sallallahu alaihi wasallam een voorstel kreeg van Quraysh om toenadering te gaan zoeken tot elkaar en een gemeenschappelijke religie te maken waar iedereen tevreden mee is. Een soort Mekkaanse islam. Tegenwoordig zouden we zeggen een Europese islam. He? Wat was het antwoord op dat verzoek van de profeet sallallahu alaihi wasallam of van Allah? Wat was het antwoord van Allah op het verzoek van Quraysh om de essentiële leerstellingen van de islam te gaan aanpassen? Hij zei: "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu." Dus de mushrikien zochten naar toenadering en de profeet sallallahu alaihi wasallam, zijn antwoord was niet dat hij preken ging houden over saamhorigheid. Zijn antwoord was niet dat hij ze hoop ging geven door te spreken over onze gemeenschappelijke punten. En ja, we verschillen weliswaar van religie, maar ja, jullie geloven ook in een soort God. Ja, Hubel is ook een God en wij hebben ook een God. En jullie doen dit met Hajj, maar wij doen het net iets anders. Hij heeft geen enkel van zulke preken gehouden. Terwijl hij op dat moment geen andere alternatief had. Hè? Hij kon Mekka niet ontvluchten. En blijven in Mekka en dit aanbod afwijzen zou betekenen dat je zou worden onderworpen aan marteling. En dat is ook gebeurd. Dus de situatie was schrijnend. Maslaha zou hier, volgens heel veel mensen vandaag, op zijn plaats zijn. Want ja, anders krijgen we de zweep van Abu Jahl op ons lichaam. Het antwoord was: "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu." Ik doe met jullie geen concessies en ik onderhandel niet over onze religie. Waarom is dat belangrijk? Juist in tijden van zwakte, want in tijden van macht hebben ze wel onderhandeld. Toen ze in Medina zaten, hebben ze wel onderhandeld. In bij al-Hudaybiyah bijvoorbeeld. Waarom wel als je macht hebt en niet als je zwak bent? Juist als je zwak bent, moet je niet onderhandelen. Juist als je zwak bent, geef je geen centimeter weg. Weet je waarom? Anders verlies je het unieke karakter van jouw gemeenschap. Als je het gaat vermengen. Er zijn al weinig. Het is al niet prominent aanwezig. Je hebt al weinig macht. En dan ga je het ook nog vermengen met degene die wel de macht heeft. En dan kunnen ze je wel van alles gaan beloven. Dat je nog vrijheid van meningsuiting hebt en religie en dergelijke.
Maar stel dat ze die belofte niet nakomen. En jij bent zwak. Wat kan je dan doen? Kun jij hen aan hun belofte houden? Nee. En daarom is onderhandelen alleen wanneer jij de macht hebt om de tegenpartij aan zijn afspraak te kunnen houden. In Al-Hudaybiyah, de afspraak verzaakt zou worden, de profeet sallallahu alayhi wa sallam had een leger van 1400 man. Dus als je kunt onderhandelen en je kunt de tegenpartij aan zijn woord houden, dan moet je onderhandelen. Als je zwak bent, zoals wij vandaag zijn, dan betekent onderhandelen is een knieval. Is een knieval. Je stelt islam bloot aan verandering. Tayyip. Ik denk dat ik het hier maar bij ga laten. Natuurlijk is er nog heel veel te zeggen over Mekka. En over de opleiding die Sahaba daar hebben gekregen. En over de Koran die daar is geopenbaard. Heel veel bijvoorbeeld wat we niet genoemd hebben over hun manieren, akhlaq, verhalen van profeten. Wat ze daar allemaal uit hebben kunnen leren. Maar ik ben al een uur bezig, dus dat gaan we misschien een andere keer doen. Sowieso is de intentie, inshallah ta'ala, ik weet alleen niet wanneer, om gewoon een hele serie te maken over de sira. Want ja, elke keer natuurlijk onderwerpen aansnijden uit de sira. Misschien moeten we gewoon een keer bij het begin beginnen. En dan gewoon de hele sira gaan bestuderen op een manier die ons in staat stelt. Want dat is altijd het doel, of dat moet het doel zijn. Die ons in staat stelt om praktische lessen eruit te kunnen onttrekken die direct toepasbaar zijn in onze huidige situatie. Inshallah ta'ala, ik hoop dat Allah ons daartoe in staat zal stellen. Voor nu, jazakumullahu khairan voor jullie aanwezigheid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.